In een stuk strijden twee mannen voor jou. Heb jij dat ooit voor gehad, dat twee mannen voor jou strijden? Wel, ik heb vroeger, heeft ons mama altijd tegen mij gezegd van, schatteke, profiteer van uw leven en kom elk weekend met een andere thuis. Je moet ervan profiteren, je moet u niet erop zettelen. En ik heb dat nogal vrij letterlijk genomen. En ik kwam dan ook bijna elk weekend met een andere thuis. Maar twee tegelijk, nee, dat is er misschien net iets over. Maar misschien hebben ze wel onderling gestreden voor mij, ik weet dat niet. Ik hoop het. Zeg, die rivaliteit tussen jouw twee andere personages in een stuk, hoe voelde dat aan voor jou? Vooral heel grappig, omdat rivaliteit is er niet echt, maar het is gewoon heel grappig wat ze doen. Alle twee, even goed. Zeg, wie was er eerst in jouw leven, Gert of James? Gert was eerst. En James 10 jaar geleden ondertussen al. Dus, ja. Tijd vliegt, hè? Eng, hè? Ja, ik vind dat toch wel. Dat zo rap gaat. Ja.